Dan kijken we even naar wat de financiële markt vandaag gaat beroeren. Doen we met Hans de Geus in Amsterdam. Aangeschoven daar ook Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheren. Goedemorgen. Laten we beginnen met de blik op Amerika. Daar zagen we beurskoersen gisteren stijgen, maar niet alles ging even lekker. Koen, laat ik even met jou beginnen. Dat is wat gedoe. De Time Warner AT&T-fusie gaat niet door. Nee, verboden door het Department of Justice. Justitie wil niet dat ze samengaan. Is bang dat er te veel innovatie verdwijnt en dat er te weinig keuze voor consumenten overblijft. En dat is toch wel apart, want we hebben het hier over een verticale fusie. Dus een kabelaar die neemt de content over. Het is niet zo dat ze te groot worden in één markt. En dit soort deals zijn in het verleden eigenlijk altijd vlekkeloos goedgekeurd. Dus grote verontwaardiging bij de bedrijven die nu hun plannen in rook zien opgaan. Gaan we daar op markten effecten van zien, Koen? Nou ja, ik denk dat je dat gisteren al een beetje zag. In de nasleep zag je dat heel veel mediabedrijven toch wat onder druk kwamen. We weten dat Disney geïnteresseerd is in assets van 21st Century Fox, van Rupert Murdoch. Er zijn ook andere kabelaars geïnteresseerd in die content. Dat zou je heel goed kunnen vergelijken met die deal die nu is afgeketst. Dus wellicht dat de aantrekkelijkheid daarvan veel minder wordt. En dat we dus ook heel snel een antwoord hebben of dit wel of niet over gaat slaan naar andere sectoren. Het is in ieder geval wel nieuw dat de toezichthouder zich op deze manier uitspreekt tegen een fusie. Er zijn zelfs boze tongen die beweren dat de president er wat mee te maken heeft. Want het centrum van dat Time Warner deal was toch ook wel Turner Broadcast, de eigenaar van CNN. En we weten allemaal hoe de relatie tussen het Witte Huis en CNN op dit moment is. Trump heeft zich heel vaak uitgesproken tegen deze deal. En boze tongen beweren, maar goed, let's leave it to that. Okay.